boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video. Weer al een nieuwe EAFC 25 video. Mijn naam is Anton Dillen. En vandaag gaan we EFC 25 spelen. We hebben het seizoen voltooid in deze video. En we gaan ook. Het is. Een pack opening tijdens. Total Rush Team 1. Dus let's go. Ik check jullie guys graag terug bij de outro. Als jullie zo ver kijken. Dus ja, let's fucking go. Ik check jullie bij de outro. Zo. Oké, boys and girls. Welkom bij weer een nieuwe video. Wij hebben wat packs. Nu al. Een goudpakket. Daar zit hij in. Lopen. What the fuck, man. League McDonald's. Nee, heb ik koesting McDonald's. What the fuck. Twee zeldzame gouden speerspakket. En daar zit in. Geen walkout. Rechts midden. Engels. Premier League. Die zou dat zijn. Van West Ham United. Ja, let's go, man. What the fuck, maat. Oké. Drie managerspakket. Oké, let's go. Een 3 managers pakket. En daar zit in. Wauw. En nu. De 2 keer 75 plus. En daar zit in. Weer geen walkout. Centerback. Frans. Premier League. Duitsland kon dat deel zijn. Ja, kon dat deel. Weer zijn. Oké, boys en girls, wij hebben een player pick, een van drie zeldzame gouden spelers, 75 plus, en we krijgen Tadic. Dat is goed. We hebben 34.950 SP. Ja. Let's go. Dan hebben we nog een pakket ook in de store staan. Dan krijgen we een zeldzame gouden speelspakket 75 plus. En daar zit in. Centerback. Kom haat. Pro League. Wie is dat? Zutalo denk ik. Nee, bijna. Westerloos. Van team of the week. Vuskovic. I mean, it's good. Dit is goed voor een team of the week te krijgen, let's go. Oké, boys and girls, het is maandag. En we hebben iets voltooid bij season, FC seizoen. We moeten nog 4950 SP halen. En we hebben de 3x 87, maar nu hebben we de 85x3. Dus, we gaan die maar claimen zeker. We hebben ook nog de preview packs, geloof ik. Dus dan gaan we eerst. Gaan we eerst de preview packs doen. De eerste preview packs zit geen walkout. Spits. Pavlidis, denk ik dat dat is. Dat is tegen Pavlidis. En dan. Let's go. Nu de 35x3, let's go. Vraag minstens een walkout. Het is een walkout, let's go. Links midden, staan. En kijk, de walkout. Dat is Grimaldo. Bruno Guimaraes. Mamartsvili. Dus Grimaldo, jij gaat naar de SBC-opslag. Ja,
Let's go. Oké, boys en girls. We hebben de eerste dubbele Grimaldo verwerkt, want ik heb er nog een dubbele Grimaldo. Team van de week 1 tot 4 spelerspakket. Let's go. Geen walkout. Cam. Portugees. Oké, boys en girls, het is 7:05 s'avonds. En we gaan zien wat er allemaal nieuw is. Welke SBC's eruit zijn. Welke evoluties eruit zijn. Oké, evoluties. Ja, Claude is van een evolutie, maar... We gaan eens zien welke upgrade specs dat eruit zijn. 78 plus dubbel. Welke spelers erbij komen. Iwobi! Stelontvlog zit erbij komen. En 81 20. Wat een goedkoop team, jongen. Voor Iwobi. Iwobi! Clinton Mata. Let's go. We gaan Iwobi doen. Oh, maar die evolutie is pas live vanaf 1 november. Wauw. Dan moet ik bij mijn moeder gaan doen, die evolutie. Dus ja. Let's go. Mijn mug, jongen. Maar Iwobi is uit. En ik moet die nog gaan doen. Premier League spelers en Team of the Week spelers, minimum 1. En dan zijn een Premier League speler. Dan ga ik gewoon dat teler maar in, en linksachter. Sergio Gomez, centerback andere kant. Butel, rechtsachter. Gusto, rechtsmidden. Malcolm, samen met wie gaat er op centrum mid? Fabinho en Fernandes links midden, Dufour op de spita, Gabriel Jesus en Bonifaz. Ik moet één speler hebben die hoger is.
Dus we gaan een gouden zeldzame zoeken. Herrera, let's go. En nu de 83 squads van Udogi. Let's go. Dat plaat een Dene gaat erin. Dan Rulli. Nee, wacht, Rulli kunnen we nog bijhouden. Ja, ja. Eriksson. Linari. Koki. Benacer. Koopmijners. Rodriguez. Heb ik hier een 84 spits? Die is ook cool. Moet hier nog even een 83 zien te fixen. Of minstens een 83. En hier moet ik ook nog even een 83 voor fixen. Hopla. That's done. En Iwobi zit in de eclipse. Let's go. Iwobi zit in de club. Let's go. Het heeft maar 5 minuten geduurd om deze PC te doen. Let's go. En nu nog 3 packs van Alex Iwobi. Goud pakket, let's go. Zit niks in. Maar wel ja. Die zat er natuurlijk. Maar ja. Klein gouden speelspakket en dat is in. Onyekuru. Is dat Henry Onyekuru? Hij heeft nog in België gespeeld. Klein uitlicht een speelspakket. Let's go. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben de 78 plus dubbel klaarstaan. Eén keer, dus ja, let's go. En geen walkout. Keeper, Spaans, Liga F. Van FC Barcelona, oh, is er geen walkout niet meer, zonder panels. Ah, het is Catacol. Wauw, dacht al. Dat Sandra Panjos geen walkout meer was, let's go. Oké, boys and girls, het is maandag. Nee, dinsdag, wauw, het is dinsdag. En ja, ik heb het eerste potje van de dag gewonnen. Op professioneel met 4-5. Het heeft 120 minuten in-game tijd geduurd. Maar we hebben wel zilver 1. Dus ik ben op weg naar goud 1 of misschien elite 3. Maar dat weet ik nog niet. Maar waarom ik deze stukje opneem, is omdat ik een mijlpaal heb bereikt. Een 3 keer de 75 plus. Ja, ik heb een 3 keer 75 plus verdiend door te, ja, door de spotjes te winnen. 3 keer 75 plus, let's go. Geen walkout, spits, Marokko, Terminal Super League, wie is dat? Zou dat Enesiri of zoiets zijn? Of, ja, Enesiri, let's go.
En dan zie je Müller en Bardakci. Let's go. We hebben ook nog preview pakketten. Dus die gaan we ook open doen. In het eerste preview pakket zit geen walkout. CVM, Nederlands. Dat is spits. Godverdamme. En dan. Ja, dat bro. Oké, boys en girls. We hebben 2,78 plus dubbele upgrades. En ik hoop dat ze goed zijn. Dus 2x78 plus. In de eerste zit al geen walkout CVM. Portugees, Bundesliga. Palinha denk ik dan. Dat is een 85 en 83. Dat is wel decent. En dan nog eens een 2x78 en daar zit in. Weer geen walkout keeper, Spaans. La Liga, kan veel zijn. Las Palmas, en dat is al geen. Dit is een 81. 2,81, dat is goed. Oké, boys en girls, we hebben nog eens een Team of the Week pack gedaan met de folder dat ik had in de SBC Storage. En daar zit in. Weer geen walkout linksbuiten. Wie is dat? Niet van het skelen, dat weet ik. Davidashvili of zoiets. Wauw. Oké, boys en girls, dit was ik vergeten te zeggen. Ik heb daar straks op het werk. Ik had per ongeluk een pack open gedaan. En wie packte ik? Gregor Kobel. Waardoor we nu een 88. Teamgeest hebben. Alle 88 boordingen hebben. Dus ja. Let's go. Oké, boys en girls. We gaan nu Ultimate Team 1 duiken. Want ik heb een pakketje klaargezet. Zo. 80 plus maal 5. Let's go. En daar zit in. Godverdomme, geen walker. Spits. Uruguay. Premier League. Is dat nu serieus? Darwin Nunes. EA, serieus? Maar eeuw. Geen walkout, dat is een technisch plus maar 5. EA, schaamdullen. Oké, boys en girls. Het is woensdag namiddag. We hebben nog 2 preview pakketten. Ik heb een draft token gekregen van EA Play. CVM. Amuzrati. Wauw. En de premium zullen we. Ja, en dat is te goed. En nu gaan we dus speel. Dan gaan we naar single player draft. Ja. En dan gaan we naar semi-prof natuurlijk. Gaan we een 4-3 aanval. En de aanvoerder wordt. Aljabert. Rechtsbuiten is. Murphy. Linksbuiten is Trossard. Kem is deze. Center mid. Van de Donk denk ik. Andere centrumwit is De Roon, denk ik dat dat gaat zijn. Keeper is Poop. Rechtsachter is Trent Alexander-Arnold. Centerback is Carragher.
Met. Sander dan. Voor chemistry. Linksback is. Catley. Voor nog een beetje chemistry. Dan hebben we de keeper. Nog een andere keeper. We gaan gewoon voor David Raya gaan. Oké. Theo Hernandez zou die. Nee. Shaw. Ik moet nog een centerback zien te vinden. Nog twee centermids en een rechtsbuiten. Jones, Curtis Jones. Let's go. Weer, dat ga ik pakken. Dan ga ik pakken. Kan dit linksbuiten? Nee. Oké, nu nog rechts buiten en nog een andere center mid. Cole Palmer op cam. Nog een andere center mid. Kunnen jij op center mid? Rosicky. Maar ik had hier al een center mid van de. Nu nog een center back. Tomias, ik in de gap center back, nee, op links back alleen. Kan die op center back? Dan moet ik. Een trap center bij Catley. Wacht, hè. Misschien dat ik dan mijn Eredivisie coach wel kan oplossen. En er is geen Eredivisie coach. Let's go. Zo. Oké, boys en girls, het is 10:50 bijna. Ah nee, het is 7:08. En Timo Riek zit in picks. Oendaf, Hansen. Geen precies naar de Pro League. Dat ik nu kan zien. Geen van de Pro League. Oké. Doelstellingen. Is er iets veranderd? Nee. Dan gaan we nu eerst naar winkel zien. Misschien is er een pakketje bijgekomen. Bij pakketten voor jou? Nee. Oké. Standaard SBC's gaan zien. Standaard icon upgrade. En de 85, 86 en 86. Oké, die kunnen we misschien wel proberen te grinden. Is er voor de rest een andere upgrade uitgekomen? Nee. Dus we kunnen wel proberen die icon pack te grinden. Let's go. Oké, boys en girls. We zijn twee keer gewonnen tegen Team of the Week 5. Dus, ja, let's go. Let's go, 150 XP. En we hebben selectiebasis Saudi League voltooid. Let's go. Let's go.
True. Oké, boys and girls. We hebben 4 pakketten klaarstaan. 2 zeldzaam rare spelerspakketten. Van 2 daarvan. En dan 2 zeldzame rare spelerspakketten. 78 plus. Ook er 2 ervan. We gaan eerst de eerste 2 open doen. En daarin zit geen wildcard, wel een spits. Ja. Dat is niks. Dus Kramer heeft. Let's go. En dan nog eens een. Kijk. En daar zit in. Spits. USA. Ja. Twee keer 78 plus en daar zit on, daar zit in. Geen walkout. Keeper. Portugees. Ja. Yo, cool start, let's go. 2 keer 78 plus en daar zit in. Geen walkout. Centerback. Spaans. La Liga. Inigo Martinez, let's go. Oké, boys and girls, wij hebben een doelstelling voltooid. 50 SBC's dacht ik. En wat krijgen we daarvan? Dan van. Wauw, een veldtrofee. Dan hebben we nog eens een 2 keer 78 plus. Let's go. Weer al een walkout. Centrumet. Ja. Ja, let's go. Oké, boys and girls, we hebben de draft afgewerkt en we hebben de 4 potjes gewonnen. Waar we nu een premium goudpakket en een gouden speelspakket zullen krijgen. Eerst het gouden speelspakket en daar zit in. Geen walkout, CVM, Uruguay, Premier League, wie is dat? Manchester United, dat is dingen zeker. Hoe noemt hem? Ugarte. Zo nu speelt hij voor United. Dat was wel zijn zeker dat hij voor United speelt. Premium goudpakket, dat is goed. Ja, geen walkout, links midden. Engels. Premier League. Nou, Arsenal, wie is dat? Sterling! Is hier maar één tijd meer, what the fuck, man? Oh my god. Oké, boys and girls. Het is 7 uur en 9 s'avonds op donderdag en we hebben weer al een rang of 2 over. Ja, we hebben twee rangen bij. Omdat ik gewoon niet gedaan heb bij managerscarrière modus. Dus hier krijgen we een Bale leenspeler. En dat is 86x2. En we hebben ook nog preview pakketten. Dan moet nog 550 SP voor het volgende level. Dat is. Wie is dat? Hans van Aken. Hopla, Primzoor. Oké, we hebben sowieso 2 balkuits gebied. 86x2, let's go. Het is een walkout sowieso, links midden, Noorwegen. Het is Reiten geloof ik, of hoe noemt ze daar? Ruben Diaz en... Gurum Shouty! Wacht, voor hoeveel gaat Ruben Diaz? 15,250. Let's go. Ruben Diaz, we hebben hem. Eindelijk untradable. Let's go.
En Ruben Deel is al direct verkocht, ze. En jij gaat terug naar de club. Patrick Jaro. Guro Wrighton. Die komt in de plek van Emiliano Martinez. Eerst Patrick Jaro en Sommer mag ook oprotten. Voor Guro, Machauti, Machari. Shari, eindelijk op de bank. Oké, boys en girls, we hebben nog iets voltooid bij FC Seizoen. En we hebben Adama Traoré voltooid. We moeten nog 1950 SP hebben. Voor een 3x87. En hoe gaat het snelste? Seizoensdoelstellingen. Als we nog 7 wedstrijden spelen, dat gaan we morgen doen. Dan hebben we 150, 300, 450, 600, 850. Oké, 850 en dan 850. Ja, we halen het sowieso morgen. 850. Dus 400 is 1250. 1250 plus 75, 1325. Plus 75, 1500. 1900. Oh, we moeten gewoon nog. We moeten nog gewoon 4 wedstrijden spelen in principe. En dan halen we het gewoon. Want dan hebben we nog de dagelijkse doelstellingen. Oh, easy. Morgen hebben we het al gespeeld. Zo. Dan hebben we de 87 x 3 morgen. We hebben morgen het seizoen af. Let's go. Oké, boys en girls, het is vrijdagochtend en we hebben een 80 plus maal 5. Let's go. En daar zit in, geen walkout. 7M, Duits, Bundesliga. Ja, dat weet ik niet wie dat is. Bayern Leverkusen, wie is dat? Andrich, let's go. Oké, boys en girls, we hebben het seizoen voltooid. En hoe heb ik dat gedaan? Er gewoon één potje in dingen te spelen. Eén potje in spelerscarrière. Dus ja, we hebben het seizoen voltooid. Dus we hebben de 7x3. Het is nog maar 8 uur 's morgens op vrijdag. Dus je hebt het veel rapper dan ik had gedacht. Het seizoen is voltooid. En we hebben de evolutie. En we gaan nu naar club. Evoluties. Aan wie gaan we die evolutie geven? Ik denk dat we die aan Ruben Diaz gaan geven. En we gaan die aan Ruben Diaz geven. Let's go. Hopla, we hebben die aan Ruben Diaz gegeven. Dan kunnen we dat team wat er nu staat ook weer veranderen. Want ja, we hebben nu alles voltooid van het seizoen, dus. Linksachter daar stond Robertson. Centerback. Ja, er staat nu die kaart van Robertson. Ah, van Ruben Diaz kenmerken aanwinsten. En in de spits natuurlijk. Diogo Jota, totdat ik een andere spits pak. Dus we gaan naar de winkel. En we gaan eens zien. 87x3, let's go. En daar zit in. Sowieso een walkout keeper. Dat is de Jans. En weer die.
Nee, Irene Paredes, Katoto en Ederson. Dus Ederson heb ik nu al dubbel. Nou, ja. En dit is nu dus het team dat er staat. Ja, dan moeten we hier nog Katoto neerzetten. Irene Paredes. Ja, Cole Palmer mag blijven staan, denk ik. Of zou ik er Adama Traoré neerzetten? Welke speelstijl heeft hij? Rapid plus, snel plus. Nee, dan vind ik Cole Palmer zijn speelstijl plus toch beter. Dus ja. Let's go. Zo ziet het team er dus al uit. Amai. 12 dagen of 13 dagen voor het seizoen. Ja, 13 dagen voor het seizoen uit is. Voor het nieuwe seizoen er is. Heb ik dit seizoen al voltooid. Like, what the fuck. Ja, dan moet ik vandaag niet meer spelen. Jawel. Nee, eigenlijk niet, maar ja, boeien. Ja, het seizoen is klaar voor mij. 13 dagen ervoor. Wauw. Ja, Ruben Diaz. Dat is nu eens gewoon kaarten. Let's go. Ja, het seizoen is klaar voor mij. Dus ja, let's go. Zoe. Oké, boys en girls, ik heb de Team of the Week upgrade gedaan. En we gaan eens zien wat erin zit. Ik hoop een walkout. Let's go. Het is een walkout Team of the Week, let's go. Spits. Lewandowski of wat? Lewandowski. Hey, ho, Lewandowski. Let's go. 39, Lewandowski, Team of the Week. Let's go. Hoeveel gaat jij, Lewandowski? Maar dat is niet voor niet veel die gaat. Wauw, maar we hebben wel Team of the Week, Lewa. Dus Grimaldo mag heel weg. Nu gaan we weer om weghalen. Patrick Jaro. Nu gaan we Lewandowski zetten. Let's go. Zo. Oké, boys en girls. We hebben een Jumbo Brons pakket en een 2x78. Eerst het Jumbo Brons pakket en daar zit in. Oh, Dua. Let's go. Ja. Let's go. We hebben de 2x78. Let's go. Hampton. Dus 2x78. What the fuck. Let's go. Oké, boys en girls. Vrijdag 7 uur. En we gaan eens zien. Doelpunten festijn. Ja. Dat is voor Rush. FC Coasting Masterclass. Ja, ja. Oké. Oké. SBC's. Welke upgrades zijn erbij komen? Nu doe ik 1 tot 5.
Voor de rest zijn er geen upgrades bij komen, amai. Let's go. Welke spelers zijn bij komen? Die is er precies bij komen, of Rutter, ik weet niet wie dat erbij komen is. Winkel, we hebben normaal gezien een previewpakket of hebben we dat subiet pas? We hebben dat subiet pas. Let's go. Let's go. Kan ik zien wie dat er in het nieuwe team van Total Rush zit? Puteas, Messi, Lewandowski, Weert, Salah, Neymar, Guerrero. Ja, het ziet er echt wel een goed team uit. Maar de rest is er niks uit. Dus op naar morgen of zondag. Dat weet ik nog niet. Nu hebben we nog altijd goud 1. Ik weet niet of zondag nog steeds goud 1 zijn. Ik zou het niet weten. Ik denk dat het toch goud 1 of goud 2 gaat zijn. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, we hebben nu een team van de week 1 tot en met 5 spelerspakket. Let's go. Geen walkout, let's go. Cam, Nederlands. Eredivisie, wie is dat? Van Twente. Die ken ik niet hoor. Stijn, let's go. Oké, boys en girls, we hebben ook nog een 10 minuten pakket, maar eerst gaan we de preview pakket doen. En dat is in Kleindienst. Tim Kleindienst, en we noemen hem naar Tim Kleindienst. Let's go. En premium is door het preview pakket, let's go. Jander. Let's go. Zo. En nu de 10 minuten pakket. Let's go. Mukhtar. Let's go. Zo. Oké, boys en girls. We hebben de rewards. Ik heb ze al geclaimd. Maar we moeten nog open doen. Eerst de 5x75 plus. En daar zit in. Centerback Engels. Premier League. Kan van alles zijn. Is Stones, denk ik. Dat is goed dat het Stones is. Let's go. En nu is het mega pakket. Let's go. Geen walkout. Rechts midden. Mahrez. Riyad Mahrez. Let's go. 85, wauw. Hoeveel zou je nog gaan? Nou ja, hier komen we 8k. Zie maar kan. Ga ook nog niet veel. Voor de rest, ja. Let's go! Oké, boys en girls, dit was deze video. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik check jullie guys bij een volgende video, dat is vrijdag. Ik hoop dat ik dan een unboxing heb van Luke Littler, K-Flex Flights en Luke Littler Dark Ace. Dus je kan twee soorten K-Flex Flights bestellen en een Dark Ace van Luke Littler. Check zeker die unboxing vrijdag op mijn YouTube kanaal.
En volgende week vrijdag komt er een video online waar ik met Team Odier ga doen. Volgende week dinsdag is het weer een EFC video. En ik check jullie guys graag vrijdag terug. Hoogst waarschijnlijk bij de Luke Littler K-Flex en K-Flex Flights en Dark Case Unboxing. Let's go. Tjoe. Bye bye.